6000 per uur, dat is wel heel mooi. Oké, maar waar ga ik die hangende achtbaan doen? Ik kan een poging doen om het op een berg te bouwen. Kijk, dit tweede secundaire pad is echt super druk nu. Ja, ik zit even te twijfelen. Zelfs omdat ik hier niks kan kopen, want anders kon ik hier station bouwen en dan hier de berg op gaan. Ik denk niet dat ik nog super lang doorga, want ik begin wel echt last te krijgen van mijn stem. Hoe leuk ik het ook vind. Ik zou heel graag dit scenario af willen maken nog, maar zit er misschien net niet in. Want ik geloof dat 1 jaar een uur is. En ik zie het echt niet zitten om nog een uur te streamen met deze stem. Iets langer dan een uur, want het zit pas in juni. Wat is je park rating? De gasten zijn er. Oh ja, maar we moeten wachten tot jaar 3. Dan pas wordt het geëvalueerd. Dus dan pas behalen we dit doel. We zitten ver boven de park rating en we zitten boven het gastenaantal. Maar we moeten nog wachten. En je kan het eigenlijk niet versnellen. Dat is ook wel het mooie voor Holder Cross Tekken 1, vind ik. 1 en 2. Ja, ik ga niet de berg opbouwen, want dat vind ik gewoon te lastig. En te weinig ruimte ook. Dus ik ga dit gaan kopen. Yo, heb je al een designer? Ja, ik hoef geen designer. Je zal het vast beter kunnen dan ik het kan, maar ik vind het zo leuk om het zelf allemaal te doen. Dus. En ik kan zelf, wat mij betreft, goed genoeg dingetjes ontwerpen om een banner te maken en zo. Ook is mijn banner wel 4 jaar oud, moet ik een keer een nieuwe maken, maar ik vind het niet zo interessant dat ik een designer nodig heb. Doe ik liever zelf. Geen gratis designer? Nee, hoeft niet. Ik ben mijn eigen gratis designer, dus. Het is veel leuker om het zelf te doen. Vind ik. Ook intro's en zo, dat ja, ik hoef ook geen template. Het is toch wel weinig ruimte wat ik hier heb. Ik dacht van, dat is best wel veel, maar het is eigenlijk helemaal niet veel. Dit kunnen we ook nog pakken. Heb je plannen voor de volgende stream? Ja, hiermee verder in ieder geval. Wanneer het wordt, weet ik nog niet. Maar ik ga het voortaan beter aankondigen op YouTube met zo'n notificatie in je subscription feed. Oh, we hebben helemaal geen geld. Ik dacht echt dat we veel meer geld hadden, anders had ik al dit land niet gekocht. Maar dat is echt super stom. Nou ja, hier wil ik wel een, hoe heet het, gaan bouwen. Even kijken voor de zekerheid hoor. Of we hier nou, ik weet ook niet eigenlijk waarom ik denk dat dat kan. Dat kan vast niet. Nee, ik kan niet met de bocht een kettinglift doen. Dat is op zich wel belangrijk om te weten. Nou, we kunnen hier het station doen. Nee, eigenlijk werkt het niet. We kunnen hier het station doen, dan hier kettinglift, dan ja, iets. Oké, we hebben nu het mijn thema. Dat is wel heel passend. Alleen gaan we naar beneden qua gas. Dus dat is eigenlijk heel erg slecht. Wat hebben we nog? Het leuke vind ik ook van deze scenario's is dat je heel weinig dingen beschikbaar hebt. Dat is aan de ene kant lastig, maar het zorgt ervoor dat je ook dingen gaat bouwen die je normaal gesproken nooit bouwt. Piraatschip hebben we nog niet gedaan. Toch? Alleen waar. Nou, dit kan wel. Hopelijk houdt dat ons gastenaantal weer op peil.
Toegangsprijs kwam vast ook wel weer omhoog. Dat vraag ik echt wel heel veel. Nee, ik heb geen ARK. Je bent al de derde die het vraagt. Ik wist helemaal niet dat dat zo populair was. Oh, we dalen best wel hard. Ze heeft al 20 gedaald. Ik moet wel met iets komen eigenlijk. Nieuwe attractie. Wat is er een probleem waardoor iedereen naar huis wil? Of is het gewoon dat we niet genoeg attracties hebben? Oké, de rij van de karts is te lang, dat is goed om te weten. Deze is te duur. Ook al zag je net mensen ingaan. Ja, sommige mensen vinden het te duur. Voegen de uitbreidingen iets toe behalve scenario's? Ik dacht wel nieuwe thema's. Maar ik heb nooit met de uitbreidingen echt gespeeld, want... Ik heb de uitbreidingen eigenlijk nooit gekocht. Ik heb ze alleen een paar jaar geleden op Steam gekocht. Maar vroeger toen ik echt veel speelde, toen had ik altijd gewoon de originele. Dus ik weet niet zeker. Wat ik wel weet is dat je... Ja, al deze palen die horen bij de uitbreiding. En dit allemaal. Nog nooit gebruikt. Op zich wel. Oh, dat kan ik niet aanpassen. Hè? Nee. Dus dan gaan we, als ik bij de volgende scenario's kom, bij de latere scenario's van de uitbreiding, dan zie je daar wel wat meer van, als het goed is. Maar dat gaat echt nog wel even duren, want sommige scenario's duren gewoon lang om uit te spelen, zoals deze. Ik heb zo weinig geld. Ik kan deze achtbaan ook wel slopen en dan heb ik heel veel geld en dan kan ik een mooie hangende achtbaan bouwen, maar ik denk dat ik dan alleen nog maar verder ga dalen. Oh, deze is niet te duur. Dat heeft er ook wel gezorgd dat veel mensen weggingen misschien. Kopen mensen die foto's? Dat kan ik niet zien hier. Oh wacht, deze heeft geen foto op de attractie, dat is deze. Ja oké, 100 van de 460 mensen hebben het gekocht. Videobusters en Aniek S vinden het leuk, dat vind ik echt super cool om te horen. Ook omdat het van jullie komt, zeg maar, want jullie kijken al een tijdje. Dus... Als jullie het zeggen, dan betekent het iets meer. Opvallend dat als je een houten achtbaan sloopt, je geld krijgt. In het echt kost dat juist geld. Ja, dat is het mooie van Rollercoaster Tycoon en heel veel simulatiespellen. Je krijgt gewoon heel veel geld terug. In SimCity dan bijvoorbeeld weer helemaal niet, SimCity 5. Nou, wat dat betreft is het best wel onrealistisch. Maar ja, dat maakt het spel wel wat sneller. Oké, we hebben ondertussen wel weer 4000. Ik ga nog even iets langer wachten, steeds mijn
lening terugbetalen. Research kan trouwens wel weer naar beneden. Want ik heb wel weer... Nou, eigenlijk niet, hè. Ja, ik kan die achtbaan bouwen en daarna heb ik weer geen nieuwe attracties. Dus laat het wel even zo houden voor nu. Ik zag dat een... ja, deze wachtrij is helemaal leeg. I can't afford... Oh, nee. Krijgen we dat? Mensen hebben geen geld meer. Dat is echt een super groot probleem. Want ik heb geen geldautomaat en ik weet niet of die ooit kunnen unlocken. Dat is echt erg eigenlijk. I can't afford scrambled eggs. Hoe goedkoop is dat wel niet? Als ze dat dan niet kunnen betalen. 80 cent. Oh nee. Ja, ik moet denk ik prijzen van alles een beetje gaan verlagen. Ook al is het nu vast al te laat. Dat is best wel zorgwekkend. We moeten dit nog een jaar zo houden. Deze is kapot. Oké, dit is populair. Kon de prijs misschien omhoog. Oh nee, ik ben vergeten de prijs te zetten. Heel stom. Dit gaat je parkrating omlaag halen, ja zeker. Nu mensen gaan mijn park straks verlaten. Ik denk dat ik dit ook goedkoper moet maken, want nu zijn mensen meteen blut als ze binnenkomen, dus ja. Die paar mensen die dan binnenkomen. Als we straks een nieuwe achtbaan hebben, komen er wel meer mensen binnen. Ja, Figurilla, je hebt me even verkeerd ingeschat, want Ark ga ik dus niet spelen. Want ik heb al zoveel spellen die ik wil spelen, maar waar ik niet aan toe kom. Er zijn zoveel spellen die ik al wil spelen, dus dan kan ik er niet nog wat bij hebben. Ooit wel eens gekeken naar Achtertuin Achtbaan, ja zeker, dat vind ik echt heel erg cool. En sommige zijn er best wel goed ook. Lijkt me heel cool om te hebben. Ja, oké, ik denk dat ik genoeg geld heb. Zullen we even een idee krijgen van de prijs van dit? Oké, ik kan niet, want ik heb geen ruimte. Oh nee. Ik kan geen prijzen zien. Oké, laat maar. Ja, Micro Skywars vind ik ook niet leuk. Vind ik echt niks aan. Niet mijn ding. Ik heb veel te weinig ruimte hier.
Nou ja, we gaan het maar gewoon doen. Ja. Nee, wacht, dat is niet mooi. Ik heb op zich wel zin om de in- en uitgang ondergronds te doen. Ik weet ook niet waarom. Zo. Ik weet ook niet waarom, maar dit is gewoon leuk. En dan komen we er hier wel ergens uit of zo. Misschien moet je eerst de achterkant doen zodat je goed uitkomt. Ja. Maak hier een bochtje en dan hier eens remmen. En dan ga ik maar vanuit dat dat gaat werken. Nou, genoeg wachtrij. Ik zie helemaal niks. Oh, ja, perfect. Dat is wat ik wil. Right exit in the way. Hey. Bijna goed. Yes, oké. Okay. Eindelijk. Oh, wat is dit? Ziet er best wel cool uit. Nooit gebruikt. Is ook van het uitbreidingspakket. Wel grappig, ik zat net op de Wikipedia pagina van de RCT te kijken en kwam erachter dat waar een deel van de attracties uit de games op gebaseerd zijn. Namelijk de Brighton Palace Pier. Maar wacht, bedoel je dan de ontwerpen? Zeg maar, dus de baan ontwerpen? Want, ja, dat wist ik niet. Ik wist alleen dat er een paar van Six Flags waren. Nee, wacht, dat is Roller Coaster Tycoon 2. En dat is best wel cool. Want deze attracties zijn niet overduidelijk realistisch en bestaan geloof ik grotendeels ook niet in het echt. Maar dat zou ik ook mis kunnen hebben, maar dan... Ja, vast dat er een paar van Brighton Palace Pier komen. Oh, de Flat Rides. Zou zeker kunnen.
zoals een spiraalglijbaan. Ah, oké, okay, dan weet ik een beetje wat je bedoelt. Want dat is natuurlijk heel erg iconisch. En het spiraalglijbaan kan je op allerlei manieren doen natuurlijk. En de botsauto's. Ah ja, oké. Okay. Nou ja, op hoop van zeggen. Ik weet niet of dit wat gaat worden, want we hebben zo weinig ruimte. Ik ben niet zo goed met mijn ruimte omgegaan. Ah, dat kan niet. Mijn entrance fee is heel erg laag, maar ja, ik wil niet dat mensen al hun geld al kwijt zijn voordat ze het park binnenkomen, dus. We kunnen nog wel wat lenen nu. Kan dit? Yes. We hebben ook spiralen. Geen fotomoment, maar. Zijn dit nog de beginnerscenario's? Ja. Dit is de tweede pas, dus. Hoort nog makkelijk te zijn. En is er niet moeilijk, maar kost wel even wat tijd. Want je moet 3 jaar wachten. En dat is 3 uur, dus. Dat ga ik ook nu niet afkrijgen. Ik dacht eerst misschien wel, maar ja. We zijn nog een heel. Nog een heel jaar moeten wachten straks. Dat is nog 1 uur en dat hou ik niet vol met deze stem. Dus. Ja, want ik wil morgen ook nog stem hebben natuurlijk. Laat een spiraal doen. Dit heeft wel een cool baanzicht voor een spiraal eigenlijk. Oké, niet genoeg geld. Ik ga morgen mijn zondag verspillen met goed worden in RT1. Maar dat is niet verspillen. Ik moet met deze achtbaan altijd best wel goed oppassen dat ik dingen niet te scherpe bochten maak en zo. Want die hangende wagentjes gaan helemaal slingeren, dus daar worden mensen heel snel misselijk van. Oh ja, dat kan niet. Ga je parkarchitect spelen? Weet ik niet. Misschien wel, ik heb het niet. Maar het is wel een spel wat ik een hele mooie sfeer vond hebben. En dat vind ik zo belangrijk. Alleen mijn probleem ermee was dat het nog een beetje weinig content had. Dus weet je, in alle updates die het nu vast ongetwijfeld heeft gehad, is het ja, vast wel een stuk diverser geworden. Ik zal nog wel een keer naar kijken. Ik wil er niet naar gekeken. Het zou zomaar kunnen zijn dat deze achtbaan heel erg misselijkmakend wordt, maar weet ik niet. Zelfs in een kleine ruimte maak je een best aardige achtbaan. Vind je? Want ik vind het
Niet super, maar. Nou, wat doen we hiermee? Wat is jouw 7-0 tot 10 van deze game? 9, denk ik. En het enige probleem wat ik heb zijn sommige dingen zoals ja, sommige sneltoetsen. Kijk, vroeger in Rollercoaster Tycoon 2 kan je scrollen om uit te zoomen. En ik kan, even kijken, dit soort windows kan ik niet resize, weet je wel. Ik kan het niet groter of kleiner maken. Dat is echt het enige, maar voor de rest, ja. Maar ja, dat is ook omdat het echt een klassieker is, hè. Dus het is misschien voor mij niet echt heel erg objectief. Ik vind deze game er een beetje suf uitzien. Ik vind Planet Coaster leuker, ja. Tuurlijk. Maar ik heb een heel ander gevoel bij dit spel, omdat ik het vroeger heb gespeeld. Ja. Meer de graphics, ja. Tuurlijk, daarom kan ik er ook niet echt een goed cijfer aan geven. Omdat ik... ja, ik heb het vroeger gespeeld. Dus ja, nostalgie. Dus dan... Tuurlijk vind ik het leuk en geef ik het een bijna een 10. Ja, nou ja, jaar 3. Dat ga ik toch niet halen, denk ik, deze stream. Ik heb het idee dat dat best wel intens wordt, maar dat gaan we dan maar zien. Een probleem is dat ik heb zijn de camera angles. Ik snap dat ze het van boven doen met de sprites, maar soms wil je van de hoek kijken, maar dat kan niet. Ja, dat is wel een probleem, want soms heb je een achtbaan die een 45 graden bocht doet... En dat ziet er soms gewoon heel maf uit door de isometrische camera. Dus dat je alleen maar van vier hoeken kunt kijken. Hebben we nu nog niet zo super veel last van gehad, maar dat is inderdaad wel een dingetje. Dat is ook waarom ik een deel van de reden dat ik het een 9 geef. Oké, hier moet ik op de een of andere manier naartoe gaan. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ik heb niet super veel vertrouwen in dat deze achtbaan in één keer goed is. Maar we hebben nog geld over, dus we kunnen het nog verbeteren. En hoe gaan we dit doen? Misschien nu alvast wat remmen doen. Ja, dat vind ik ook niet echt leuk. Nou, maar we hebben gewoon ruimte tekort, dus het moet eigenlijk wel. Zo. Steel Mini Rollercoaster. Dat is een junior achtbaan, die kunnen we ook nog bouwen. Vertel eens wat over de voorganger van Ik Ben Je Game. Weet je daar iets? Oh nee, oké. Je weet te veel. Waarom speelt Niels Walking Dead en jij niet? Omdat... Niels dat een leuk spel vindt. En het is niet super erg mijn smaak. Maar we uploaden het wel gewoon
allebei op ik minigame. We uploaden van alles, dus. We spelen allebei wat we leuk vinden. Het zou echt niet werken als Niels Locomotion zou spelen en ik Walking Dead. Dat kan ik me echt niet voorstellen. We hebben gewoon allebei onze eigen smaak. Maar dat is ook het mooie. Dat is allemaal prima wat mij betreft. En waarom hij zo'n smaak heeft en ik zo'n smaak. Nou, het is allebei prima, maar ik heb geen idee waarom. Ja, je weet te veel. Als je de naam weet, dan weet je te veel. We hadden vroeger een ander kanaal. En blijkbaar hebben we daar hebben we dat ooit wel tegen mensen gezegd. Zal ook misschien wel in een stream zijn, want ik kom al altijd allerlei dingen boven. Jullie hadden twee kanalen voor Ik Ben Je Game. Waarom weten jullie zoveel? Oh, jullie weten zoveel. Maar ik geloof niet dat je iets kan zien. Ik geloof dat alles op privé staat. Maar ik ben wel verbaasd dat zoveel mensen dat weten. Maar wat een kanaal waar we echt gewoon belachelijke dingen waren, deden toen we 11 en 12 waren. Gewoon een beetje door het stadshart lopen in Amstelveen en dat vloggen. Een soort van vloggen voordat vloggen bestond. We noemden het wel een vlog. Oh ja. We noemden het zaterdag vlog. Nou, nu heb ik eigenlijk al heel veel gezegd, maar het was echt heel slecht. En dat zijn gewoon dingen die je niet meer wil zien een paar jaar later, want het is gewoon te beschamend. Jullie weten te veel. Maar ja, maakt me ook niet super veel uit als iemand het nu vindt. Maar... Oké, kijk, dit is intens, denk ik. Maar ja. Ik denk dat dit sowieso het hoge intensity of het hoge mistelijkheid gaat hebben. En nu door die remmen heel erg langzaam. Nou ja, moet ook wel. Dat doet Brian nu eigenlijk... Hé, hey, Jochem van der Valk. Jij bent er ook. Leuk dat je er bent. Dat doet Brian nog steeds, toch? Nou, heel soms. Op zijn eigen kanaal. Oh, wauw. De nausea is 9,65. Dat kan toch eigenlijk niet. Wat gaan we daaraan doen? Nu dat ik dit een beetje ga aanpassen. Dat is echt veel te hoog. Krijg ik veel te veel vieze paden. Nee, dat kan niet. Kan dit? Nee. Ik wil even een mooie ruime bocht. We moeten er wel wat voor over hebben. Wil je ooit een Q&A doen? Nou, ga je gang. Kom maar op met die vragen. Ik snap niet hoe mensen niet snappen dat ze gewoon... dingen kunnen vragen in de stream. Dat is toch ook leuk. Daarvoor is het ook een stream. Voor die directe interactie, zeg maar. Dus ja. Als je een vraag hebt, dan hoor ik het wel. En een Q&A in de stream is ook al veel leuker dan een Q&A op YouTube. Omdat het, ja, het is direct. Dus. Heb je nog steeds goudvis? Hoe kom je erbij? Ik heb nog nooit een huisdier gehad. Wat is jouw favoriete achtbaan? Ja, lastig om iets favoriet te noemen. Ik denk voor hele ervaring, zeg maar. Ik denk misschien toch wel de Vliegende Hollander in de Efteling. Maar voor... snelheid en ja, achtbaan technisch is toch wel de Goliath in Walibi World. Maar ik ben nog nooit in een... ik ben wel eens in een pretpark in een ander land geweest, maar niet zoveel. Dus weet je, ik beperk het even tot in Nederland. Dus ik zou zeggen voor hele ervaring de Vliegende Hollander, omdat het gewoon een mooie sfeer heeft. En achtbaan technisch Goliath denk ik in Walibi World. Hoe gaat het met je neushoorn en mijn giraf en mijn olifanten?
Was dat van die goudvissen nou serieus of dat weet ik niet. Wat heb je vandaag ontbeten? Ik ontbijt altijd met twee boterhammen. En het is heel saai, maar ik eet eigenlijk altijd eentje met jam en eentje met hagelslag. Het is altijd hetzelfde. Smiddags eet ik altijd wat anders, maar het ontbijt is eigenlijk altijd hetzelfde. Altijd zoet beleg, maar eigenlijk is het altijd gewoon jam en hagelslag. Oké, we hebben meer Handy Mac nodig, vind ik. Oké, nou dit gaan we gewoon openen straks, denk ik maar. Ja, dit is wel soepel nu. Ik weet niet waardoor we nu nog superveel mistigheid krijgen. Waarschijnlijk is het nog steeds wel hoog. Dit zou niet al te erg moeten zijn. Hashtag ik ben je neushoorn, ja. Het werkt zo goed, hè. Ik ben je en dan, ja. Leg je dag uit in het publiek. In het publiek, ja. Ik kan mijn dag wel uitleggen. Ik zit op scouting. Vandaag had ik scouting. Dus we gingen zeilen. Toen was mijn moeder jarig, dus toen kwam er visite. En toen ging ik streamen. Ik ben wel eens een keer in Hyde Park bij Soltau in de Colossus geweest daar, maar dat is een ervaring. Dat ding is 51 hoog en is een houten achtbaan. Ja, dat lijkt me super cool. Colossus zit ook in Rollercoaster Tycoon 2, geloof ik. Ik weet niet of hij in 1 zit, maar ja, dat is altijd echt super cool. Want het was een achtbaan die ik toen ik vroeger Rollercoaster Tycoon 2 speelde, nooit kon bouwen omdat ik te weinig geld had. Dus dat was, ja, dat was wel wat. Wat voor werk doe je? Ik werk bij een boekhandel bij mij in de buurt. En nou, ik doe nu. Doe ik wat anders, dat is op zich wel leuk. Ik ben bezig met een nieuwe website voor die winkel, dus dat is op zich super leuk. Ik ben je Frans docent, is dat. Oké, okay, ik snap iets niet, maar. Gaan we even. €3 laten kosten dit. Oké, wat vinden ze ervan? Is dit serieus? Is het hoger geworden? Alleen is hij de laatste 2 jaar gesloten geweest, ja. Wat voor soort hagelslag en wat voor soort jam? De Ruiter en Bon Maman. Ken je vast wel. Gaan we dit openen? Ja, we gaan het openen. Ik ga wel een leger handyman hier nodig hebben, maar we doen het maar. Kijk, we doen gewoon dit. Oh. Dit werkt, hè? Ja. Waar zijn we? Hier ondergronds. Ja, je mag hier ook allemaal komen. Ik ben benieuwd of je dit bij kan houden. Ze hebben nog wel eens moeite met dingen bijhouden, namelijk. Rip de mensen, ja. Had je informatica als keuzevak? Ja, ik had het in de bovenbouw. Maar we hadden nooit echt heel veel diepgang. Want we deden bijvoorbeeld een stukje HTML heel even. En dan deden we een stukje JavaScript. Dan deden we opeens Visual Basic. Nou, niet in die volgorde, maar zo was het ongeveer. Dus er was nooit echt diepgang. Het was meer alleen maar kennis maken. Maar ja, je kan natuurlijk ook niet zoveel met ja, 3 uur in de week. Blijkbaar. Het was niet zo heel veel diepgang. Maar met die basis kan ik wel iets. Wow, dat is best wel sad, ja. Ja, ik heb nu wel iets van de basis waarmee ik iets kan. Dus ik ben op zich wel blij dat ik het heb gekozen. Oké, wat denken ze ervan? Durf ze erin? Oh nee. Haha, ik heb het me vooral zelf aangeleerd. Ja, dat is ook eigenlijk het beste, want dat wordt op middelbare scholen niet echt goed gegeven, voor zover ik weet. Van iedereen die ik hoor, die vindt het interessant, maar kiest het of gewoon niet, omdat ze weten dat ze er niet zoveel gaan leren.
Of ze kiezen het wel en zijn dan teleurgesteld. Dus daar moet toch wel echt iets in veranderen, denk ik. Ja, of iedereen moet gewoon zichzelf aanleren. Zolang dat werkt, is het natuurlijk prima. Maar niemand wil je in. Nou, oké, wel een paar mensen, maar... Ik weet niet wat je bedoelt. Figurilla. Wat ging ik doen? Oh ja, ik ging dit even uitzetten. Oh ja, er zijn wel een paar mensen die erin willen, maar het is gewoon geen goede achtbaan. Maar ik denk dat ik het zo ga houden. Volgende ding wordt dan gewoon een junior achtbaan. Junior achtbaan zou ik wel hier eventueel kunnen bouwen. Ja, liever hier dan hier. Dan kunnen we makkelijk een kettinglift maken. Omdat die zeg maar een spiraal kettinglift kan hebben. Wat zal ik nu doen? Kijken wat de mensen denken. Oké, het pak is schoon. Oh, mensen hebben honger. Waar zijn ze? Een beetje hier. Laten we een paar kraampjes gaan bouwen. Gewoon even verspreid. Pizza. Oh nee. In Rollercoaster Tycoon 2 is het serieus pizza. Dus ik denk altijd dat het pizza is. Maar het is hier patat. Of het kan ook zijn dat er gewoon iets mis is gaan in de vertaling. Dat het in de Nederlandse vertaling pizza is of zo. Ik weet niet. Heel raar. Drinken doen we dan ook maar. En ook een wc. Hier is al alles. Hier is nog niks. Dit vind ik wel een goed plekje. Jurgen van der Valk leert zichzelf in zijn vrije tijd dingen aan die hem interesseren. Ja, nou, dat is een hele goede hobby. Ik doe het eigenlijk niet genoeg. Ik heb mezelf ooit een klein beetje Python aangeleerd, maar echt bijna niks. En toen heb ik dat nog gebruikt in Locomotion. Met een Python-programmaatje heb ik al die... dingetjes, al die plaatsnamen gemaakt. Ik kan op zich mijn lening terugbetalen. Gewoon voor nu even. Als je YouTube kijkt, waar kijk je vooral naar? Goeie vraag eigenlijk. Want ik kijk niet zo super veel YouTube meer. Sowieso weinig Nederlandse kanalen. Oh wauw, ik kreeg heel veel vragen opeens. Nou, wat ik nu nog kijk, ik kijk nog wel een paar Minecrackers, want dat was natuurlijk vroeger echt helemaal mijn ding. Ja, ik kijk nu nog Sisto en Milby kijk best wel veel. Milby speelt Mario Kart, Sisto speelt Factorio. Factorio van Sisto volg ik echt helemaal, want dat is
Zo'n goede serie, maar ja. Hij stopt er zoveel meer tijd in dan ik erin kan stoppen. Dat is wel jammer. Ja, jammer dat ik dat niet kan doen, maar ja, het is leuk om naar te kijken in ieder geval. En Milby doet gewoon heel erg Mario Kart. Dat zijn de twee series die ik echt altijd volg. Ja, waar ik laatst op geabonneerd ben, is Silva Gunner. Dat is gewoon heel grappig, jullie zullen hem wel kennen. Silvervoet ben ik nog op geabonneerd, kijk nog wel af en toe. Serpent Gameplay. Serpent Gameplay is geweldig. Ik denk dat sommige van jullie ook wel Serpent Gameplay kijken, want jullie hebben wel goede smaak. Dat is echt... Ja, hij is ook een van de enige Nederlandse YouTubers die ik kijk. Wat kijk ik nog meer? Ja, ik kijk af en toe natuurlijk wat van andere clubleden. Ik kijk BWO, ik kijk Etho heel soms. Op Mindcrack. Ik zit even te denken wat voor Nederlandse kanalen ik kijk. En ik zit ik door mijn subscriptions te scrollen. Oh ja, Team Park Review ben ik op geabonneerd. Maar ja, ik heb veel te veel abonnementen waar ik nauwelijks naar kijk. Jorom zegt, ik kijk tegenwoordig niet meer zoveel naar gamekanalen. Ja, ik ook niet zo superveel. En lekker spelen kijk ik eigenlijk ook niet echt meer. Oh ja, en dan heb je natuurlijk nog Numberphile en een paar andere wiskundekanalen. Nee, oké, ik zei, jullie hebben goede smaak voor YouTubers. Daarmee bedoel ik niet dat als je mij kijkt dat je goede smaak hebt omdat ik een goede YouTuber ben, maar dat bedoelde ik niet, oké? Maar dat merk ik wel aan jullie, aan de meeste van jullie hier. Dus. Het was echt geen poging om mezelf een compliment te geven. Dat echt niet. Ja, zal ik dit doen? Zal ik dit bedrag omhoog gooien of die moet omlaag. €0,50 is het al. Die moeten we een keer gaan herbouwen, denk ik. Anders gaat het echt niet goed. Martijn, er zijn twee Jochems aanwezig. Wordt het een beetje onhandig? Kunnen we de andere Jochem afmaken? Ja, ik vind het ook heel erg onhandig. Ja, ik heb altijd jullie twee natuurlijk gehad. En vast nog wel ergens een Jochem. Heb jij games van 18 plus? Nee, want alle spellen die ik speel, die zijn dit soort spellen die iedereen gewoon kan spelen. Hier. Hashtag ik ben lekker subtiel. Heb je een knuffel? Ja, vast wel ergens, maar ik weet niet waar. Ik heb nog wel een soort spookje. En daar had ik vroeger heel veel van. En ik heb een Yoshi knuffel ergens. Ga ik nog wat doen in Rollercoaster Tycoon? Want ik kijk al eventjes naar het scherm. Kijk, het is april, hè? Weet je, laat ik het scenario gewoon afmaken. En dan ga ik daar de stream bij houden. Laten we dat doen. Het is nog een paar maanden. En dan kunnen we bij de volgende stream meteen mooi beginnen in een nieuw scenario. Vind je het jammer dat er niet zoveel vragen zijn in dit kanaal? Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant. Is voor mij ook geen reden om
veel views te halen. Het gaat me er gewoon om dat er een soort kern is van mensen die het wel kijken. En ja, daar doe ik het voor. Ik weet niet wanneer de volgende stream komt. Hopelijk nog wel voordat ik wegga op vakantie. Ja, maar ik ben niet actief op zoek naar abonnees en nieuwe kijkers. Omdat het voor mij niet per se hoeft. Ja, want ik doe het. Ik zeg maar, er zijn altijd wel een paar mensen die kijken. En ik doe het voor die paar mensen. Nee, alles voor de YouTube monies. Nou, ik verdien zo weinig met YouTube dat het. Ja, je kan natuurlijk proberen meer te gaan verdienen, bla bla bla. Maar dat hoef ik allemaal niet, want het is toch een hobby. Dus het hoeft van mij op dit moment niet. Wat wil je nog bereiken met je kanaal? Dat ik het lang kan blijven doen. En dat er altijd wel een paar mensen zijn die kijken. En dat ik gewoon dingen doe die ik leuk vind. Heb je broers of zussen? Ja, ik heb een zus. Maar ik zou gaan bouwen, hè. We hebben 800 gasten. We hebben een park rating van veel te veel. Dus we gaan het sowieso wel halen. Maar laten we nog even een junior Achma gaan bouwen. Misschien leuk om hem op de berg te laten beginnen. Het wordt wel lastig, hoor, om iets mee te doen. Anders laat ik hem op de berg beginnen en doen we halverwege een kettinglift. Laat ik dat gaan doen. Ja. We gaan hier gewoon meteen naar beneden. Voortaan in elke thumb wel een paar borsten. Ja. Het werkt, hè. Maar ik hoef voor mij niet. Maak een Achmed direct na de val de remmen. Hoezo? En in de titel 99% kijkt deze video niet af. Ja, maar ik wil niet eindigen zoals DutchTuber. Dus dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar ik wil er ook niet bij in de buurt komen, zeg maar. Ik wil er zo ver mogelijk van weg blijven. Dus daarom doe ik dit als hobby. Oh, het was een grap. Oké. Ja, het is lastig in de chat om dat te zien. ...22% van deze chat heet Jochem. Als je geen content meer hebt, de minuten opvullen met zwart beeld. Misschien is het leuke idee om elke maand een stream te doen. Best leuk, alleen omdat ik nu pas 5 minuten ben. Joren Peters! Ja, jou ken ik zeker. Wel nostalgie en luisteren of ik ben je game, ja. Ja, Joren. Ja, iedereen heeft een naam met een J en een O. Nee, ik hoop dat ik vaker dan elke maand een stream kan doen. In eerste instantie is gewoon Rollercoaster Tycoon 1, want ik heb hier zoveel plezier en ik hoef geen ander spel. Voor nu. Te streamen. Laten we helemaal naar beneden gaan. Of nou, bijna. Oh, zijn we zo diep? Ik wil eruit. Lijkt me ook wel leuk als je de stream iets persoonlijker kan maken. Ja, dat ging vandaag op zich wel goed. Oh, bijvoorbeeld een facecam, ja. Ja. Ik weet nog niet of ik daar zin in heb. En vroeger deed ik wel een facecam, hè, ja. Ik kan ook niet echt plaatsen waarom ik het nu niet wil, maar ik vind het gewoon geen fijn idee.
Het is nu niet meer dat ik. Want vroeger zei ik altijd, ja, ik doe geen facecam omdat ik het zelf ook niet zou willen als kijker. Omdat ik het zelf niet interessant vind. Maar nu heb ik er gewoon geen zin in. Maar vroeger zou ik dat ook niet zeggen, zeg maar, dat ik er geen zin in had. Ja, ik speel inderdaad trompet. Ik weet eigenlijk niet of jullie echt Mario fans zitten, maar ik heb geprobeerd het liedje te spelen van Super Mario Odyssey. Een thema van de nieuwe trailer. Ja, het zou wel leuk zijn om een keer te uploaden natuurlijk. Ik neem nu gewoon de kettinglift ingaan. Het zou leuk zijn om ooit een trompetfilmpje te uploaden. En ik heb het wel eens beloofd aan Aniek, maar dat was denk ik al wel 3 jaar geleden. Maar ja, ze heeft er daarna ook niet meer om gevraagd. Of wel, ik weet niet. Ja, Let's Do the Odyssey. Het is heel erg leuk om op trompet te spelen, maar wel heel moeilijk. Want ik speel dan de zangpartij, maar dat is best moeilijk. Want ik kom ten eerste Ik Ben Je Game Song. Ja, wie weet, ooit. Ik maak ook wel af en toe wat in Fruity Loops. Jullie weten misschien wel dat Niels. Ja, jullie weten dat Niels games maakt. Want jullie hebben wel vast wel wat van de Ik Ben Je Game gezien, denk ik. Hij is bezig met een nieuw spel. En daar. Hij vroeg aan mij of ik er muziek voor kon maken. Dus dat is op zich wel cool. Dit is voor het eerst dat iemand. Ik was 10 minuten geleden nog actief in FL Studio. Dat was cool. Wat doe je? Als je aan mij vraagt wat ik doe in FL Studio, dan weet ik het zelf ook niet, maar. Maar wat ik voor Niels maak is is iets wat een beetje op de soundtrack van Journey moet gelijken. Dus heel erg symfonisch en met heel veel violen en een heel orkest eigenlijk. Nou, heb ik nog nooit gedaan. Maar ja, ik probeer het wel gewoon. Ja, en vroeger probeerde ik altijd wel house te maken en zo. Nou, dat kan niet. Kan ik dit niet gewoon doen? Ja. Ik ga denk ik ook maar snel een einde breien aan deze achtbaan. Oké, wat hebben we? Ik heb helemaal niet opgelet tijdens het bouwen, dus het kan zomaar zijn dat er iets gewoon niet werkt. Maar ja, dan wordt hij gewoon kort maar krachtig, denk ik. Zit er nu op 15 meter, hier 18. We kunnen ook gewoon nog één keer met de rotgang naar beneden gaan. Maakte ooit per ongeluk iets heel slechts en toen wilden mensen meer. Ja. Nou, je kan nooit beoordelen hoe goed je eigen ding is. Wat jij hebt gemaakt, zeg maar. Dat geldt niet alleen voor muziek, maar dat kan je zelf gewoon niet beoordelen. Ik kan dat ook niet. Dus misschien als jij het heel slecht vindt, dan vinden andere mensen het heel goed. Of andersom. Dat kan ook. Nou, ik loop nogal vast. Anders doen we gewoon dit. Werkt dit? Oh, dit werkt. Dit past. Nooit gedacht. Kan ik een foto op de attractie? Ga ik die gewoon echt op het slechtste moment ooit doen, maar dan heb ik het maar gedaan. Ah, het kan niet eens. Nee. Eigenlijk beter, want ik had geen goede plek voor. 15 meter. Ik heb het idee dat het einde nu saai is, maar. Ja, of hij haalt het met een mooie snelheid, of hij haalt het gewoon niet zo fijn, echt heel langzaam. Ik weet niet. Hoeveel achtbanen heb je nou staan? Weet ik niet. Oh, dit werkt natuurlijk niet, hè? Nou, dan doe ik gewoon een normale bocht, is ook goed. Want ik ga er niet vanuit hoe snel gaat. Oké, ga maar testen met één treintje AUB, want anders ben ik bang dat er iets misgaat. Waar vertrekt. Oh ja, hier, dus de ingang staat wel goed. Ja, oké, ga maar testen.